heel kort misschien nog iets erover. We hebben eigenlijk een dorpsteam. En dat dorpsteam, dat is zeg maar wat je bovenin, bijna bovenin ziet staan. Dorps ondersteunen en de huisartsen, de zorgcoördinator, die eigenlijk voor onze oudere mensen zorgen. Niet alleen voor de ouderen, maar wel maar voor de kwetsbare mensen eigenlijk. Maar dat zijn natuurlijk voornamelijk oudere mensen. En daar die zeg maar, zijn in contact met 75 vrijwilligers die we hebben. Met de mantelzorgers die in ons dorp natuurlijk ook actief zijn. En met mensen en professionals, dus het zorgteam die coördineren, die zorgcoördinator zorgt, dus eigenlijk de wijkverpleegkundige. En ons dorpsteam is ook een WMO-loket voor de gemeente. Hoeveel inwoners? 1500. Dat was ik even vergeten te melden. Ja. We gaan nu met de nieuwbouwwijk naar 1750 ongeveer. Dus het is een vrij klein dorp. Nou, het Hart van Auschwitz is het gebouw waar onze voorzitter het over had in het filmpje. Dat komt in 2020. Dit filmpje was nog wat optimistisch, dat is een paar jaar oud. Inmiddels is het 2020, maar dan komt het ook echt, want inmiddels is het bestemmingsplan goedgekeurd. En wat we ook onlangs hebben gedaan, is dat wij het restaurant wat gefailliet was gegaan, hebben overgenomen. En omdat het wel de derde keer was in 10 jaar dat het restaurant failliet ging, en het was het enige restaurant in het dorp, dus we hebben gezegd, nou gaan we zelf als dorp exploiteren. Ze hebben nu ook weer een eigen eetcafé, een soort huiskamer van het dorp, waar iedereen gezellig samen kan komen. Dus is dit nou eenzaamheidsbestrijding? Nou, ik denk dat dit feitelijk samenleven is. Ik ben het met u eens wat u zegt. Eenzaamheid is op zich een begrip waar je denk ik ook, als je zelf eenzaamheid bent, niet heel gauw jezelf mee zult identificeren. Veel mensen die eenzaam zijn, weten dat niet van zichzelf. En die hebben wel, zijn wel ongelukkig. En alleen zijn is ook helemaal niet erg. Maar eenzaamheid natuurlijk op zich, als dat leidt tot lijden, een lange ei, dan is het wel erg. Ook in Auschwitz komt eenzaamheid voor. We hebben ongeveer 170 inwoners van 70 plus. En waarom ik daar specifiek inzoom is omdat in de week van de eenzaamheid ook de ouderen met name in de, zeg maar in de aandacht staan, omdat daar het probleem op dit moment vrij groot is. En natuurlijk met steeds meer ouderen die thuis wonen, in plaats van in een verpleeghuis of een verzorgingshuis, kan het probleem natuurlijk ook wel weer toenemen in de loop van de tijd. Omdat mensen vaak alleenstaand thuis zijn. Bij ons hebben we 80 alleenstaande 70-plussers in het dorp, die dus alleen wonen. En onze dorpsondersteuner, die kent ze allemaal. En dat is denk ik wel een groot voordeel. Zij weet bij iedereen wel wat daar de problemen zijn. Terwijl het mazzeldorp, toen wij begonnen zes jaar geleden en wij de sollicitatieprocedure starten, dat onze eigen fysiotherapeut uit het dorp gesolliciteerd heeft als dorpsondersteuner. Die kende natuurlijk alle oude mensen al uit het dorp, sowieso kennen ze al heel veel mensen. En dat is alleen natuurlijk nog maar. Ze heeft ze ook allemaal bezocht, alle 70-plussers, in de afgelopen jaren. En ze schat dat er ongeveer 20 van eenzaam zijn. En dan heb je twee vormen van eenzaamheid. Dat heb ik vorige week op congres geleerd. Sociale eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Sociale eenzaamheid kan je wat aan doen als dorp, of als wijk, of als buurt. Ook hier in Dordrecht. Sociale eenzaamheid kan je wat aan doen door activiteiten te organiseren, door mensen daarin te stimuleren om daar naartoe te gaan. En dan kun je mensen uit hun isolement halen. Want dat is, bij die mensen is het isolement het probleem. Daar hebben wij in Auschwitz, dat Auschwitz eet voor, daar proberen we ook echt actief oudere mensen en ook eenzame mensen die niet oud zijn, uit hun huis te trekken. We hebben Auschwitz gaat uit, dat is in het filmpje niet aan de orde gekomen, maar ongeveer 10 keer per jaar gaat een hele groep vanuit het dorp, met name ouderen, gaan naar allerlei activiteiten toe, dat kan een museum zijn of het Zandsculturenfestival of KNMI, of excursie of wat dan ook. En we hebben als eetcafé waar ik net over had. De tweede vorm van eenzaamheid, existentiële eenzaamheid, eigenlijk eenzaamheid die optreedt terwijl mensen niet helemaal alleen zijn, maar gewoon door het feit dat ze zich eenzaam voelen, is veel moeilijker te doorbreken. Dat proberen wij wel te doen in het dorp door met buddies te werken, dat mensen echt, als we het gevoel hebben dat mensen daar zelf ook open voor staan, dat ze zeg maar in een diep gat zijn gevallen, bijvoorbeeld doordat hun partner overleden is, dan kunnen ze nog wel kinderen hebben die op bezoek komen ofzo, maar dan kan het toch existentiële eenzaamheid zijn. En dan proberen we dat met buddies of met één-op-één contacten op te lossen. En dan heb je ook diepgang nodig. Dan kun je dat niet doen met alleen maar iemand uit zijn huis halen en gezellig te gaan eten. Dan moet je ook echt zorgen dat je contact krijgt met die mensen om ze uit hun eenzaamheid te trekken. Voor zover dat al lukt, want dat is heel moeilijk.
Nou, wat ik net al zei, ik eenzaam, nee hoor, ik ben graag alleen. Niet iedereen is ervan bewust dat ze eenzaam zijn. En wat onze dorpsondersteuner bij ons in het dorp met name meldt, is dat voor de echte oudere generatie, en ook de 85-plussers uit ons dorp, dat die zijn in een dorp vaak opgegroeid. Denk een beetje aan het echtpaar van de Berg uit het filmpje. De man heeft altijd gewerkt, maar de vrouw heeft eigenlijk alleen maar voor het gezin gezorgd. En heeft in het gezin wel een belangrijke sociale functie gehad, maar daarbuiten nooit echt geleerd om sociale contacten aan te gaan. En dan valt het gezin weg, kinderen wonen ver weg, man is overleden in een aantal gevallen. En dan krijg je dat men gewoon niet de sociale vaardigheden heeft om een nieuw leven op te bouwen zonder dat gezin. En dat levert bij ons in het dorp bij een aantal ouderen echt eenzaamheidsproblematiek op. En sommige mensen die eenzaam zijn, willen ook echt daar niks aan doen. Die kun je niet, ook nog met geen twee paarden het huis uit krijgen. Dus dat, soms moet je ook accepteren dat mensen dat ze eenzaam zijn en blijven. En daarom zegt onze dorpsondersteuner ook van dat is van haar werk een van de lastigste aspecten, het eenzaamheidsstuk, zullen we zeggen, het bestrijden van de eenzaamheid van de bewoners van het dorp. En de vraag is altijd van hoe ver moet je gaan en hoe ver kan je gaan om mensen ook echt uit hun eenzaamheid te trekken. Op een gegeven moment moet je natuurlijk mensen ook hun waarde laten, hun eigen beslissing laten nemen. Maar wat heel belangrijk is, denk ik, is, en dat als dat zeg maar de enige zin die is blijft hangen van mijn verhaal, deze zin is, als je aan eenzaamheid kun je samen wat doen in een wijk, of een buurt of een dorp. Dat merken wij. Bij ons is er ook eenzaamheid, maar ik denk dat in ieder geval is het bij ons bekend. En wij doen er van alles aan. Ik denk dat op de langere termijn de eenzaamheid ook daardoor zeker zal afnemen. We zijn nog maar een paar jaar bezig. Even misschien iets in het algemeen over bewoners en eenzaamheid. Dit is een plaatje dat ziet er heel cryptisch uit, maar ik zal proberen het uit te leggen. We hebben in de loop van de tijd zijn we het individu is steeds belangrijker geworden. Dat is die ding daar rechts. Dus we zijn veel individueler geworden. Eeuwen geleden hadden we een maatschappij waarbij iedereen echt alles samen deed. Maar we zijn individualistischer geworden. We gaan voor zelfontplooiing, de Maslow-pyramide, jullie kennen het misschien wel. Dus dat is het rijtje naar rechts. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we allerlei dingen collectief geregeld. Vanuit de overheid of vanuit de gemeente. Of vanuit, soms misschien in het verleden, vanuit kerken of vanuit werkgevers. Die twee dingen, dat loopt eigenlijk parallel. Maar wat we vergeten zijn, is wat daar in het midden zit, dat samenstukje. Dus het echt weer samenleven, dat hebben we verleerd in de loop van de tijd. We zijn eigenlijk... De collectieve is natuurlijk heel belangrijk, dat is dat vangnet waar ook in het filmpje over gesproken wordt, maar dat samenleven, dat proberen we eigenlijk in de buurt weer terug te vinden. En ik ben er heilig van overtuigd, sinds ik dat Auschwitz zorgt met een aantal dorpsgenoten gestart ben, en ook heel veel rondgekeken heb, ik ben ook landelijk actief, ben ik van overtuigd dat dat voor ons een hele belangrijke oplossing zou kunnen zijn van een aantal problemen, waaronder zeg maar, het oudere vraagstuk waar we tegen mee zitten. Ouderen moet je vooral niet te veel in de probleemsfeer trekken, maar er is natuurlijk wel een probleem met overbelasting van mantelzorgers en een tekort aan verzorgend personeel op termijn. En ik denk dat je heel veel met burenhulp en een naberschap, zullen we zeggen, zoals ze dat in het oosten van het land noemen, kunt oplossen. Gelukkig gebeurt dat ook. Ik heb de indruk dat er een soort van stille revolutie gaande is in Nederland, waarbij de burgers weer gaan zeggen, jongens, we gaan het zelf regelen. Je hebt dus één voorbeeld gezien vandaag, maar er zijn dus meer dan 500 van. Die zijn niet allemaal zo uitgebreid als wij in Auschwitz. Het zijn soms maar hele kleine projecten. Maar je ziet dat overal in Nederland zijn er burgers die voor elkaar weer willen gaan zorgen. En dat doen ze niet, nogmaals, niet uit eenzaamheidsbestrijding, maar omdat ze het belangrijk vinden om contact te hebben, echt contact te hebben met mensen uit de buurt. Ik heb het plaatje wat ik net liet zien even uitvergroot. Bij ons in het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven is in Dordrecht geen initiatief bekend. Ik wil niet zeggen dat het er niet is. Maar niet een initiatief bekend. Ja, van mensen die voor elkaar zorgen in georganiseerd verband. Dus dan heb ik het over een zorgcoöperatie of een buurtcoöperatie waarbij mensen echt georganiseerd voor elkaar zorgen. Ik hoop dat het er wel is en hoop ik dat jullie je willen aanmelden bij onze website. Want in ieder geval is het bij ons niet bekend. Maar ik denk dat er wel echt behoefte aan is dat burgers weer echt meer voor elkaar gaan zorgen. Dus ik hoop dat dat ook hier gaat gebeuren. Het gebeurt waarschijnlijk al, maar dat het op zo'n schaal gaat gebeuren.
dat het ook echt voor eenzaamheidsbestrijding een belangrijke rol kan spelen. Dank u wel.